Na het gelijkspel van NEC tegen Go Ahead Eagles zijn de Nijmegenaren druk bezig met de voorbereiding voor de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. Donderdag bleek dat Golla en Delle niet bij de selectie zaten. Ja, daar spelen van allerlei dingen vandaag nog mee. Dus we willen eigenlijk de focus hebben op de wedstrijd van morgen. Vandaar dat ze niet in de wedstrijdselectie zitten. Nou, heel simpel. Morgen moeten wij de wedstrijd winnen. En ligt voor ons de focus volledig op die wedstrijd. Beide heren, Delle heeft dat al eerder aangegeven, wil graag weg. De laatste uren van de markt gaan in. Dan gaan dingen vaak nog een klein beetje onder druk komen. En dan maken we een hele simpele keuze. Dan ja, zit hij niet bij de selectie. En voor Golla geldt dat daar een aantal afspraken liggen van vorig seizoen, voor de zomer. En dat op het moment dat daar dingen in kunnen gaan gebeuren, dat we daarop voorbereid moeten zijn. Nou, daar sluimert een en ander en dan is het heel simpel. Dan moeten we ook voor hem de keuze maken om hem voor nu even buiten de selectie te houden. Golla riep na de degradatie dat hij snel weg wilde, maar lijkt nu van gedachten veranderd. Nou, Golla is niet van gedachten veranderd. Die heeft nog steeds dezelfde gedachten als die hij al heel de transferperiode heeft. Alleen als dingen soms een klein beetje in beweging kunnen gaan komen, en dat geldt in dit geval ook, dan ga je in je hoofd ook veranderen met waar je mee bezig bent. En dan is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we morgen die wedstrijd gaan winnen. En dat hij zich uiteindelijk ook kan focussen op wat er nu allemaal speelt. En dan zien we wel of dat uiteindelijk door gaat pakken. Een spannende dag, die deadline day. Ook voor de technisch directeur. De selectie is zo goed als compleet. Ik heb daadwerkelijk echt geen enkel idee. Elk uur die voorbij komt en er niks gebeurt, dat is er ook weer eentje. En weet je, we hebben een hartstikke brede selectie, we hebben een goede selectie. En voor morgen gaan wij ook gewoon met een prima selectie die wedstrijd spelen. Go Ahead Eagles hield NEC op een gelijk spel. Het werd nog heel even spannend. NEC leek zoekgespeeld te worden. Ja, nou ja, zoekgespeeld is een groot woord. Ik denk dat we gewoon blij moeten zijn dat we een punt daar hebben meegenomen tegen een hele goede tegenstander die het beter deed als wij. Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Niet iedereen is fit bij de Nijmegenaren. Larsson, Schuurman en Breienburg zitten in de lappenmand. Ja, dat is vandaag even afwachten hoe die op de training eruit komen. Dus met name Jordan, Jari en Greg. Dus nogmaals even afwachten hoe die de training verwerken. FC Eindhoven heeft tot nu toe 2 keer gelijk gespeeld. Ja, nou, die hadden ze ook alle 2 kunnen winnen. Ik heb die wedstrijden gezien. En Eindhoven is gewoon een goed voetballende ploeg. Met een paar goede spelers. Dus daar zullen wij gewoon volle 100% aan de bak moeten om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Op het eerste oog zijn Almere City en FC Eindhoven vergelijkbare clubs. Ja, ik denk wel dat dat gelijkwaardig is. Ja. En, tegen Almere hebben wij het prima gedaan. Dus dat, op het moment dat we dat ook weer kunnen brengen tegen Eindhoven... Ja, het is echt van ons afhankelijk. Dus als wij het goed doen, dan ook deze wedstrijd moeten wij voor de winst gaan. Vrijdagavond in het Goffertstadion in Nijmegen om 8 uur NEC FC Eindhoven. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.